Uit een enquête van de Nederlandse Taalunie blijkt dat 60% van de Nederlanders, 69% van de Vlamingen en 70% van meertalige mensen jou in het Engels gaan beantwoorden als je met gebroken Nederlands, met een heel zwaar Engels accent, Nederlands spreekt. Nou, ik ben Amanda Wolzak, ik ben Engelstalig opgevoed, ik ben tweetalig. Ik woon al 20 jaar in Nederland, ben in Zuid-Afrika geboren. Engels is mijn eerste taal, is mijn mother tongue. En we gaan een aantal mensen een aantal vragen stellen in gebrekkig Nederlands met een zwaar Engels accent. Om eens te kijken of zij mij in het Nederlands of in het Engels gaan beantwoorden. Laten we gaan. Pardon. Ik moet naar Centraal Station. Ja. Hoe? Vlakbij. Okay. Zal ik Nederlands praten? Dus je moet naar het Centraal Station. Ik ga naar Centraal Station. Ja. How moet ik lopen? Okay. Go the street. Pardon? Follow the street. Yes. Weet u de weg naar de Westerpark? Ja, die kant op, richting de Haarlemmerpoort en dan helemaal rechtdoor. Wat langzamer praten. Het is die kant richting de Haarlemmerpoort. Ja, dat is gewoon rechtdoor hier. What's rechtdoor? De stoep volgen, zeg maar, hier. Oké. Okay. Ik woon niet in Amsterdam, dus, maar ik weet wel wat het daar is. Oh, sorry. Here's your boot. Yeah. Put your boot back on again. Oké. Okay. Okay, lovely. Thank you. Bye. Het is een dambrak. Dan krijg je er ook in. En dan krijg je de tower, de munt tower. Right. En daar vangt aan, daar begint. De Vijzelsgracht. De Vijzelsgracht, Vijzelsgracht. Ja. Oké, lovely. Ja? Is het voor de film nodig, de korte film, of moet je er echt naartoe? Ik moet naar de Prinsengracht. Ja, dat is hier, eerste straat naar rechts. Eerste, of links. First street to the left? Ja, maar ik zal even de brug overgaan. Oké, okay, right. Best is hier weer terug. Pardon, truck? Ja, en dan de first one. To the right? Nee, yeah. Spreek ik naar links. Ja, niet zo goed. Oké, the first one to the right. Rex af. Ja. Right, hier, yeah. Right side. All right, thank you. Dan loop je erop in af en dan krijg je de dam. You want me to do it in English or in Dutch? Nou, dat mag u zelf weten. Mag ik dat zelf weten? Ja. Yeah. Wat is voor jou het moeilijkst? Nederlands is moeilijk. Oké. Okay. Je gaat hier deze straat door. Ja. Yeah. Pardon, mag ik u een vraag stellen? Ja. Ik moet naar de Central Station. Oké. Okay. How do I, hoe moet ik lopen? In het Engels of in het Nederlands? Okay. Just go straight ahead. Dan zie je het station links, zo schuin, kun je het al zien. Oké. Okay. Snap je? Oké. Okay. Beetje? Beetje. If you walk straight, this road here. Nou, je moet er helemaal niet heen natuurlijk. Maar goed, weet je, ik ben taalkundige, dus ik weet wat van taal af. Heel goed, heel goed. Ik heb nu net een aantal mensen gevraagd in het vrij gebrekkig Nederlands. En je merkt dat als je Engelse woorden ertussen stopt, of als je een aantal dingen met een heel zwaar accent zegt, dat ze dan toch heel snel in het Engels gaan reageren. Maar een aantal mensen ook in het Nederlands. Oké, tot ziens. Bye.